Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Idee. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf handschoenen kunt naaien. Dit zijn niet direct handschoenen waarvan ik zeg, oh, die houden je handen zo lekker warm in de winter, maar meer om je te beschermen tegen een zeker virus dat op momenten rondwaart. Of eventueel om bijvoorbeeld zelf wat stevigere handschoenen te maken voor als je in de tuin wilt werken, dat soort dingen. Dat je niet constant die wegwerpdingen hoeft te gebruiken. Ik heb wasbare stof gebruikt. Dat was een jersey stof en ik moet er wel bij zeggen dat jersey niet de meest veilige soort stof is tegen virussen, bacteriën en dergelijke. Omdat het vrij losjes geweven is en het is natuurlijk heel soepel. Vandaar dat ik eventjes erbij zeg, dit geeft geen optimale bescherming, maar het is nog altijd beter dan helemaal niks. Tja, je kunt eventueel andere stof gebruiken, wil ik er ook nog bij zeggen. Maar die is natuurlijk minder soepel. Dus ik heb gewoon hier mijn jersey stof. Dan heb ik garen dat een beetje bij de stof past. Niet perfect, maar goed. Spelden, schaar en liniaal heb ik hier. Het patroon dat ik hier heb is heel simpel en afhankelijk van iedereen persoonlijk, qua maten en zo. Ik heb gewoon mijn hand overgetrokken, zoals je kunt zien. En ik heb hier dus een rekbare stof, een jersey. Dus daarmee heb ik eventjes zo wat smal geknipt. Ik heb dus eerst mijn hand op papier gelegd, omgetrokken, niet extreem strak op mijn vinger gedaan. En dan heb ik wat extra stof genomen voor de naden. Maar niet extreem veel extra stof, want jersey rekt mee. Dus ik hoef er niet over in te zitten dat het zo strak zit dat mijn hand er niet in past, want het rekt mee. Met katoen of iets dergelijks zul je dus meer stof moeten knippen, omdat dat dus niet mee rekt. En dat is dan wel weer het voordeel van een rekbare stof. Je hebt 4 keer zo de stof nodig. Dus ik heb zo een linker en een rechter hier. Let erop voordat je gaat naaien dat je de juiste naald in je naaimachine doet die geschikt is voor het naaien van jersey. Let erop of je bijvoorbeeld een optie hebt voor overlock. Ik vergeet altijd hoe dat heet in het Nederlands. Eventueel kun je ook nog trouwens met een zigzagsteek dit aan elkaar zetten. Ik leg daarvoor eerst de stof met de mooie kant op elkaar. En dan ga ik helemaal buitenom en dan volg ik zo de lijnen van mijn hand. Niet te dicht langs de rand. Anders dan heb je straks wel een probleem dat het misschien uitscheurt. En hier aan de onderkant houden we het natuurlijk open, omdat je anders je hand er niet in kan doen. Dat is ook gelijk je keeropening, dus keeropening hoef je ook niet meer op te letten. En beide handschoenen moeten natuurlijk zo vastgezet worden. Hier knip ik een klein stukje in, niet te ver, niet zo dat dus het garen weer losgaat. Maar gewoon een klein beetje, zodat het daar niet op propt wanneer ik hem keer. Hier aan de bovenkant kun je ook nog een klein beetje wegknippen. Ook niet te veel. Als dat gedaan is, kun je de handschoen al gaan keren. Je kan eventueel direct je hand zo daarvoor gebruiken dat je die erin doet. Even goed mijn hand erin doen. Nu kan ik hem ook direct dus passen. Ik heb alleen deze handschoen nog maar gedaan.
Dus mocht dit niet helemaal perfect zijn, dan kan ik het nog even aanpassen. En als ik hem zo uittrek, dan keert de handschoen gelijk grotendeels mee. Het keren van de vingers is wel een beetje gedoe zoals je hebt kunnen zien. Dat heb ik met een naald gedaan en eventueel kun je ook met een pen nog verder in prikken, gelijk je vingers in stoppen. Maar zorg ervoor dat die vingers echt goed naar buiten zitten. Hier zo, waar dus je hand erin gaat, heb ik helemaal niks gedaan, want jersey dat blijft zo, dat rafelt niet. Maar je kunt er zelf wel voor kiezen om daar de rand om te vouwen en een zoom erin te zetten. Ik doe hem nog eventjes zo goed om mijn vingers, want helemaal perfect zat dat nog niet. En dan blijkt meestal dat wat keren betreft er ook nog wel eventjes wat aangedaan moet worden en dat gaat dan best met je vingers erin. En dan zit deze nu prima. Nou ja, zoals gezegd, jersey is niet optimaal als je jezelf tegen van alles en nog wat wil beschermen, maar het is altijd beter dan helemaal niets. Een stof van katoen of iets dergelijks is dichter. Maar ook deze beschermt je nog beter dan helemaal niks. En deze handschoenen zijn wasbaar. Echt, als je ze op een hoge temperatuur wast, dan heb je niet echt bepaald een probleem met van alles wat eraan zit wat nog leeft. Want dat vermoord je dan met kokend heet water. Dus je hebt nu in ieder geval een klein extra beschermlaagje tussen jezelf en de buitenwereld. Ik heb nog een ander paar ook genaaid. Dat was van iets dikkere stof. Dit is stof met een laagje, noem ik het maar even. Dit lijkt meer op van die klassieke schoonmaakhandschoenen. Alleen zijn deze dus van een ander materiaal dat nog steeds niet echt goed wasbaar is. Ik vind het persoonlijk zonde om voor alles wegwerpspul te moeten gebruiken. Vandaar dus dat ik dacht, laat ik het van jersey maken. En dit is wat slechter te wassen wat ik nu dus aantrek. Maar het is wel wat stevigere stof en wat beter beschermend tegen van alles en nog wat. En deze kun je eventueel ook prima als tuinhandschoenen gebruiken als je een keer iets beet moet pakken wat wat prikkeliger is. En het is een leuk project om te doen als je net begonnen ben, maar toch al wat meer uitdaging zoekt. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt. Ik zeg het nog één keer, ik kan niet garanderen dat als je handschoenen als deze draagt, dat je volledig veilig bent. Op dit moment kan niemand nog iets garanderen, heb ik het gevoel. Maar ik vind het belangrijk dat je dat weet. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt. En ik hoop dat je in de volgende video weer ziet. Tot dan en dag!